En ik geloof ook dat als je dat niet kan vinden, dan moet je afvragen of dat inderdaad het droombedrijf is wat je denkt dat het is. Enkel een geschreven sollicitatiebrief en een net bijgewerkt cv kom je er niet meer vandaag de dag. Je moet eigenlijk gewoon een hippe sollicitatievideo op de plank hebben staan en extra skills op je cv hebben prijken om nog een beetje op te vallen. Wordt er niet te veel gevraagd van sollicitanten? Toen je solliciteerde, hoe ging dat? Was dat gewoon een mail met je cv bijgevoegd? Bij bedrijf langs gegaan met mijn cv toen de tijd en een fotootje erbij en weet ik dat allemaal, al dat soort dingen. Ik ga ervoor zorgen dat hij er mooi uitziet, aantrekkelijk. Want ik denk ook, de mens van de oog die gaat naar mooie dingen. En als je cv er gewoon goed uitziet, denk ik dat het wel willen. Ja, ik denk dat dat vooral een beetje een beeld is wat heerst. Dat je zo leuk mogelijk moet maken om op te vallen. Want dat is niet iets wat ik echt ervaar bij ons in dagelijks werk. Maar toch, als er een gewilde baan is en er komen 300 sollicitaties binnen, helpt het toch misschien wel? Nou, wat het namelijk is, mensen denken dat inderdaad wat ik moet opvallen. Dus ik zie ook wel een soort van in word art opgemaakte cv's en... Dan denk ik, oké, A, het is lelijk en B, weet je, het draagt niet bij aan het doel. Ik denk als je bijvoorbeeld, stel je bent webdeveloper en je solliciteert voor een functie als webdeveloper. Ja, dan moet je ervoor zorgen dat je kunt laten zien wat je doet. En dan is het heel gaaf als je bijvoorbeeld een website toestuurt als je cv. Maar draagt het niet bij aan je functie, dan zou ik het afraden om met kleurtjes te werken. Heel goed laten zien wat je motivatie is. Ik denk dat het belangrijkste is om echt te laten zien wat jij kan. Zeker als je iets wil gaan doen waar heel veel mensen voor gewild zijn natuurlijk. Dat je zeker er tussenuit wil springen. Dus dat je dan eigenlijk een cv wil hebben die inderdaad wat anders is dan anderen. Wat belangrijk is, ik zie veel kandidaten die gewoon de neiging hebben om hun praktische carrière te schetsen. En dat is heel saai en dat zegt ook niks over wat je gedaan hebt. Dus de sollicitatiebrief, maar ook de cv, die mag wel wat persoonlijker tegenwoordig? Ja, absoluut. Absoluut. Moet misschien zelfs. Waar maken sollicitanten het verschil mee, denk je? De praatjesmakers, die zijn het echt. Ja, ik ben zelf altijd zelfverzekerd. Net niet arrogant, maar ik kan wel een gesprek voeren en dat vinden ze erg fijn. Laat zien waarom je het wil. Ga terug in dingen die je gedaan hebt op de middelbare school of tijdens je studie of in je privéleven, wat dan ook. Die misschien raakvlakken hebben met hetgeen wat je wil gaan doen. Want dat wil je om een bepaalde reden. Dus er moet iets te vinden zijn. En ik geloof ook dat als je dat niet kan vinden, dan moet je afvragen of dat inderdaad het droombedrijf is wat je denkt dat het is.